Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig het lidmaatschap van Suriname bij de diverse regionale en internationale organisaties te evalueren. Minister Albert Ramdien zegt dat elke regering bij haar aantreden nagaat wat het politieke en financiële belang is om lid te zijn van organisaties. Op vragen van journalisten over de status van UNASUR zegt Ramdien dat ook deze positie zal worden bekeken. In de afgelopen periode zijn de meeste lidlanden uit UNASUR gestapt. Suriname zit er nog. We weten dat UNASUR een issue is op het Westelijk Halfrond. En dit is niet een zaak die wij op onszelf alleen vanuit Suriname zullen beoordelen. Maar het hangt ook af van de gesprekken die je hebt met andere landen. In het gesprek met Brazilië zal dit zeker aan de orde komen. In het gesprek met Guyana ook. Dus die inventarisatie wordt nu gepleegd. Het is overigens een inventarisatie dat breder gaat. Ik heb alle ministers gevraagd om na te gaan welke lidmaatschappen van zoveel internationale organisaties onder hun regaderen. En u zal, wanneer dat overzicht er is, kunnen we dat met u bespreken. Het zijn vele tientallen, als niet 100, meer dan 100, 150 organisaties waar we als land lid van zijn. Ramdien haalt verder aan dat Suriname moet nagaan wat de functionaliteit is van deze organisaties. Wat krijgen we eruit? Elk lidmaatschap kost het land geld. En in bijna alle gevallen moet ik zeggen dat over de afgelopen 10 jaar achterstanden zijn opgebouwd tot in de miljoenen. Dus het is een efficiëntieoperatie, maar je moet daar ook niet lichtelijk mee omgaan, omdat sommige organisaties wel degelijk belangrijk zijn. Niet alleen omdat je geld moet betalen, moet je kijken of het wel of niet nuttig is. Maar er is een functionaliteit waarom je lid bent van bepaalde organisaties. Dus dat is een lang antwoord op een concrete vraag. UNASUR is onderdeel van de evaluatie en we zullen kijken wat de uitkomst is daarvan. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken. Hij sprak gisteren in de congreszaal over het lidmaatschap van Suriname bij de verschillende regionale en internationale organisaties.